Dan maak ik bij vast de bed. Dan ga ik wel eens een beetje moe. Dus, ja, perfect. Briefje in de melkfles. Hoppa! Dat is ook wat de deur vallen. Dat is lekker, sta ik op de gang. Nou, dan komt er iemand langs en zie me hier in mijn pyjama lopen. Die denkt dat ik niet goed bij mijn hoofd ben geworden. Ja, dat is dan nog maar genoeg. Oh, God. Dat was niet leuk, dat was feest. Ja, maar Gertrud, wat stelt dat voor? Dat zie je, dat is de buurman. Is een pyjama. Ja, ik probeer jou al die hele week zo pakken te krijgen. Wanneer betaal jij mij nu eindelijk is die 5000 gulden terug die ik jou geleend heb? Stil, halt! U begrijpt het niet, ik loop te slaapwandelen. Ik loop te slaapwandelen. Mensen die slaapwandelen moet je nooit wakker maken, dat is heel gevaarlijk. Ja. Dat moet je nooit doen. Nee, dat is begrijp je, dat is nou toevallig goed afgelopen, maar voor hetzelfde geld gaat wat fout. Nee, dat is nooit, waar. Echt nooit, u weet nee, mevrouw, dat heb ik ook ergens gelezen. Mevrouw, ja. Dat is heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Nou, weet u wat, dan bellen we u morgen als u wakker bent, hè? Wil u doen, dan wandel ik even verder. Heel goed, natuurlijk. Nou, ja, dat is toch, ja, waanzinnig, ja, idioot. Ik ben aan het lopen, niet in die wachtkamer. Wie bevalt een 4 uur? Goedenavond. Goedenavond. Gertrud. Alarm! Buurtje! Ja, wie is het? Oh, ben jij dan? Ik heb problemen. Ik kan mijn deur niet in. Mijn deur is dichtgewaaid. De deur viel jongen, slot. Jongen, de deur is dichtgewaaid. No. Kijk uit, daar valt hij eraf. Wie maakt er nou zo'n heisa over het feit dat die deur dichtgewaaid is? Ik had het er niet in belt aan, en dan doet je vrouw weer open en klaar is Kees. Briljant natuurlijk, okay. Dat ik daar zelf niet aan denk. Nee, dat is juist het probleem, daarom bellen kan. Natuurlijk niet, mevrouw is er niet. Er is niemand thuis, daarom kan ik die deur niet. Is je vrouw s'avonds later in deze dorp? Ja, ze zit op cursus, dus daarom kan ik nou, maar als ik nou bij jou even binnen kan wachten. Dat wist ik helemaal niet. Wat? Dat jouw vrouw een cursus volgt. Ja, dat is goed. Zeg, nou bij... vertel eens even, wat volgt zij voor een cursus? Oh, een cursus. Maar als ik nou bij jou... Ja, maar dat vind ik interessant, zeg. Kunnen we zo verbabbelen met elkaar? Kokos onder pannen. Maakt nou even niet uit. Laat mij nou even rustig binnen kokos wachten. Kokos zonder pannen, daar heb ik nog nooit. Dat bestaat toch niet? Kun je nog kokos zonder pannen? Zij doet die cursus, dan kan ik ook één keer in de week op cursus. Dan hebben we elkaar. Wat hoor ik nou? Wat nou weer? Jij volgt ook een cursus. Ja, ik zit ook op cursus. Maar wat interessant. Vertel mij eens wat voor cursus jij volgt. Dan kunnen we daar eens over babbelen. Helemaal, ik wil gewoon... Dat vind ik interessant. Dat is gesprekstof als we bij elkaar komen. Wat voor cursus volg jij? Naaien zonder garen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat hoeft ook niet. Ik wil alleen maar binnen wachten tot zij weer thuis komt. Ja, wacht even. Dat doe ik niet. Want wie weet hoe lang je vrouw nog wegblijft, zeg. We moeten... Hey, lekkere buur. Stil. Wat is? Ik krijg een brainwave. Godverdarrie, waarom doe je dat niet ergens anders? Dat is toch... Ik heb hem. Wat? Je gaat mijn appartement in, inderdaad, Net, maar dan ga je over het achterbalkon naar het jouwe. Je gaat via het slaapkamerraampje naar binnen en je opent de deur. Dat is toch levensgevaarlijk via het achterbalkon? Dat is toch levensgevaarlijk? Wat is dat nou voor ons? We hebben toch een stevige flat en een stevig balkon? Oké, op jouw verantwoording. Ja. Jouw verantwoording. Hey, maar mijn verantwoording, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar doe dan wel voorzichtig als je er bang voor bent. Ga dan. Die is gek. We hebben helemaal geen achterbalkon. Ik leg gelijk 3 meter beneden. Dat is een foutje mijnerzijds. Oh, gelukkig. Ja. Stil! Wat is? Ik krijg een brainwave. Ik moet een beetje overgeven, weet je dat? Ik moet een beetje overgeven. Ik doe het allemaal om je te helpen, zeg. Wat is dat dan? Je gaat gewoon via de dakgoot. Hup, dakgootje. Zo gaan we langs het dakgootje naar de eigen kamer. Vind je dat gevaarlijk als ik er zo naar kijk, weet je dat? Dat is best mogelijk, dat kan. Ik ga het weer proberen. Als ik binnen een half uur niet terug ben, was er ook geen dakgoot. Doe het inderdaad wel. Hey! Nee, nou gooi je mijn deur dicht. Hallo! Zeg, hallo! Nou ja. Tadaa!
perfect idee. Ik heb even een dakgootje gepakt. Bop, mijn eigen slaapkamer aan. Helemaal geen perfect idee. Kijk nou, mijn deur is hermetisch gesloten. Dat is ook stom, zeg. Die gooit er zijn eigen deur. Nee, dat heb jij gedaan toen je weer naar binnen ging. Dat is toch... Dat is toch nog eens echt... Slaapwandelen. Wat is dat? Een dobbele nachtmerrie onder twee kerels. Zeg. Zo'n besmettelijk zijn, dat slaapwandelen, hè? Ah, Gertrud, bemoei je daar niet mee. Ik waarschuwe dich, ik gehe die politie. Ja, klinge. Kom maar, wij gaan naar binnen. Zingelingeling. Ja. Goedemorgen. Dat is toch idioot, hè? Gertrud. Zeg, wat zijn wij hier aan doen, Mootje? Nou, hij heeft die goed bij zijn hoofd. Wat is die kan nog geld van me, die van boven, dus die, ik heb hem uitgelegd, als ik slaapwandel, moet je niet wakker maken, is gevaarlijk. Oh, vandaar dat ik ineens moet slaapwandelen. Zeg, maar ik ga naar bed toe, anders wordt het veel te laat. Ja, wacht nou even, ho, mijn deur is nog steeds dicht. Oh, het zal even lekker worden. Oh, wacht even. Wat is er? Nou krijg ik er een, hè. Wat? Nou, zo, hoe heet die? Een theezeef. Nou, krijg ik er een. Ja. Kijk, ik ga even bij mij naar binnen, ik pak weer even het dakgootje, ik ga jouw slaapkamer in, ik maak aan de binnenkant je deurtje open en je gaat naar binnen. Nou, goeie beur. Heel goed. Goeie beur. Very good, old chap. Heel goed. Hoef ik niet te doen, doe ik. Nou ja, nee, hoef je niet te doen, uiteindelijk hebben we de hele zaak aan jou te danken. Nou, wat is er? Kindje. Wat is er? Er is een hele enge man in de slaapkamer. Een enge man? Een hele enge man. Rustig. En ik moet me helpen. Rustig. Ik moet me helpen. Ja, deurtje open. Dat is hem. Jij? Dat is hem. Bij dat meisje naar binnen. Oh, verkeerde deurtje. Ja. Verkeerde deurtje. Ja, dat moet ik maken een fout. Ik zie die vuile gordijnen hangen. Ik denk dat moet bij jou zijn. Oh, ja. Bij mij vuile gordijnen? Dat is toch zeg nog beledigend of midden in de nacht. Dat is kunnen. Slaaphandelen. Even slaaphandelen. Dat is veiliger. Ik wil geen volksoploop voor mijn tuur midden in die nacht, Gertrud. Kijk nou, ze hebben er een ander clubje van gemaakt. Ja, oh, ik gehe die... Ja, jij gaat de politie weer bellen, kom dan maar. Ja, die politie, ja, klingel. Ja, hoor, het is goed, ga nou maar naar binnen. Goedenavond. Idioot. Doe me dat toch een plezier. Opgelost. Wat een gedoe, zeg. Ja, wat een gedoe, zeg, maar wel, zeg. Wat een toestand. Wat een toestand, maar wel. Blij dat u er ook tussen valt. Ja. Wat een toestand. Het is zo kind. Ik ga maar weer lekker naar bed. Gaat u lekker weer? Doe dat maar, hoor. Ik kom er zo aan. Wel trust, hoor, kleintje. Niet vervelend. Maar wat een gedoe. Dan zitten we toch nog met een probleem. Nou, is mijn deur ook dicht. Nou, is haar deur ook dicht. Heb je het voor elkaar, hè, met je gedoe? Heb je het voor elkaar? Wie, ik? Dat heb ik niet gedaan. Kijk, die stond naar binnen, mevrouwtje. Door de brievenbus waarschijnlijk. Tike! Ze is hier al lang. Nee. Maar wat doen we nou? Nou is haar deur ook hermetisch gesloten. Oh, nou ja, ik heb wel een idee. U bent gek, weet u dat? Ten u? U bent gek? Pardon? G-E-K. Gek. U weet niet hoe u bent? Ja. U bent een maatkikker. Een nee! Dat doen we niet, hè? We houden de handjes mooi thuis, ja? Ik ben niet eens met de kikker. Wat doen we nou? Ik krijg er weer een. Wat nou? Wat is dat nou? Zeg het nou. Hoe heet zo'n ding? Wat is dat? Wat ik heb. Wat jij zegt. Ja. Wat doe je? Een brainwave. Perfect. We gaan bij je van boven naar binnen. We gaan bij hem naar binnen. We slaapwandelen naar binnen. Slaapwandelen. We bonzen op de deur. We slaapwandelen naar binnen. Pakken het dakgootje achterkant. Ieder zijn eigen slaapkamer aan. Voilà. Opgelost. Alle drie langs de dakgoot. Ik denk niet dat we daar vriendelijk ontvangen worden. We hoeven ook geen koffie meer gebak. Ik wil alleen maar naar binnen. Oké. Slaapwandelen dan maar, mevrouwtje. Follow. Wat is dit? Wie is hier die schuldige? Ik geloof niet dat ik de mooiste plaats heb. Wil jij liever voorstellen? Oh, nee, alsjeblieft. Verdedig dat kind. Nou, het zit zo. Hoe zit het? Het is slecht, dat enge ding. Het zit zo. Ik kan het uitleggen. Zo is het. Kijk, ik stond bij mij voor de deur, mevrouw. Moet u voorstellen. Ja. Ik deed even een briefje in de melkfles voor mijn vrouw. Ik ging van slapen. Ja. Ik zet de fles neer en door de wind slaat de deur. Klaus,
is daar alleen voor de deur met de melk. Dat is niet tanden, kruis, neus, voet, glans, dans, blaas, die dans. Zo, op Klaverskriebel geweest? Ik stond alleen voor mijn deur met mijn melkfles, dat was het probleem. Wat kan mij jouw melkfles schelen? Nee, mij ook niet. De melkfles, natuurlijk, u zegt het, de melkfles. Perfect, de melkfles. Wat heb je nou over de melkfles? Ik denk er ineens aan. Ik had het voor mevrouw op een briefje gezet. Lieve schat, je hoeft er geen zorgen te maken. Ik was een beetje moe, ben vast gaan liggen. Maar de sleutel zit in de melkfles. Ik zou zeggen, wel trust allemaal. Nee.